Het directieteam van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft een wijziging ondergaan. Clyde Cairo is benoemd tot onderdirecteur commerciële zaken, fleet planning en network development. Johan Sadi is benoemd tot onderdirecteur speciale projecten. Dit is volgens de directie gebeurd in het kader van het groot aantal strategische projecten dat zal worden uitgevoerd. In een bekendmaking aan het personeel laat directeur Gerard Lau weten dat in het kader van het professioneel kunnen uitvoeren van het strategisch plan het managementteam te wijzigen. Dit moet volgens Lau het bedrijf in staat stellen de doelstellingen zoals zij die voor ogen heeft te realiseren. Derhalve is besloten met ingang van vandaag, 20 juli 2018, de eerder genoemde organisatorische aanpassingen door te voeren.